Joey Mensen Raps hier, geniet van deze video. Alleen ik vond van mezelf dat ik deze video een beetje saai had gepresenteerd. Dat komt omdat ik was nogal een beetje moe en zo op die dag. Dus ja, daarom is hij een beetje saai gepresenteerd. En ik heb hem niet echt geëdit omdat ik dacht van, nou, dit is een soort van werkvideo. Dus daarom. Maar goed, dat is altijd wel een beetje zo in die stijl, weet je wel. Maar goed jongens, geniet van de video. Yo mensen, Raps hier, of dag ben ik terug met een nieuwe video van LSPDFR. En jongens, zoals jullie zien zijn we hier aangekomen bij het politiebureau. En dan gaan wij zo meteen on duty. Ik hoop dat het werkt, anders pauzeer ik mijn video even en dan ken je het wel weer. Oké, let's go, we kunnen on duty. Yes, 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 nice, oké. Vinewood Police Station, Los Santos Police Department. Oké, nice. En dan gaan we nu met onze rage plug in hoek naar dit. Naar de politiemod. Oké, dit wordt dus een poppetje van vandaag. Dit wordt natuurlijk gewoon ons poppetje. Of zullen we een vrouw worden? Nee, tuurlijk, we blijven gewoon een man. Laten we zeggen dit. En dan doen we 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 dit. En dan dit doen we geen op. Oké, select en continue. Dit wordt ons poppetje van vandaag. En we gaan in de police cruiser, want met de VPIT Interceptor. Met de Interceptor. Kun je niet zo heel snel, heb ik laatst ontdekt. En wat ik trouwens ook heb ontdekt, dat zijn trouwens ook meerdere. Meerdere opties, zeg maar. Want ik heb inderdaad nog wat plugins bij de dingen gegooid. En nu kunnen we dus ook mensen stoppen als ze dat willen en dat soort dingen. Maar goed, sirene moet aan. Deze moet aan. Deze mag wel uit. Oké, select en continue. Ja, sorry jongens dat ik niet zo heel enthousiast commentaar heb naar mijn mening. Maar ik ben gewoon even een beetje moe. Dus daarom heb ik dat. Dus dan weten jullie dat ook weer. En let's go on duty. Nu krijgen we wel direct een melding. Maar die wil ik eigenlijk heel even niet gaan nemen. Want in GTA rijden dan ook veel, best wel veel auto's door rood. En daarom wil ik eigenlijk de auto's die door rood rijden eigenlijk ook een beetje, gaan aanhouden. Zeg maar ook een beetje dus verkeerswacht. En daarom gaan wij dat vandaag doen. Enjoy! Oké, let's go. Hij staat nu op rood. Ik zou zeggen, let's wait bij dit stoplicht. Gaan we even kijken. Overtreedt hier iemand nog de regels? Wow, wat gebeurt daar? Die mevrouw die crasht op de stoep. Oké, die gaan we dus heel even aanspreken. Mevrouw. Ja. Nee, mevrouw. Auw. Dat deed wel een beetje pijn. Oké, die gaan we sowieso aanspreken. Hey, mevrouw. Mevrouw. Oké, die moeten we hebben, jongens. Die moeten we hebben. Let's go. Die moeten we even hebben. En wat voor auto zat zij ook alweer? Nee, wacht. We zijn er kwijt. Oké, we zijn er kwijt, jongens. Jammer, maar helaas. Officers report 148 in downtown Vinewood. Shots fired. Code 99. All units. Oh, shots fired, zegt ze bij deze melding. Weet je wat? Deze call gaan we dan ook gewoon direct doen, oké? Currently heading to the location. Oké, let's go. Laten we ook gewoon direct heel veel backup. Want nu hebben we ook een police backup menu, jongens. Dus we gaan gewoon deze. Top. Oké, dus nu hebben we best wel veel support. Ook vanuit de lucht. Dus dat is heel erg goed. En ik zou zeggen, let's go. Zo. Er komen zelfs buzzards achter hem aan.
Ja, oké, dit is toch wel heel erg vet. Sowieso is deze mod eigenlijk super tof, moet ik eerlijk zeggen. Waar moeten we heen? Hier gewoon rechtdoor. Ja. En dan daar ergens is hij. Ik zou zeggen, we pakken hem. Ik weet trouwens niet of het een hij of een zij is, dus ik noem hem gewoon even hem voor nu. Oké, jongens, let's go. Hier moeten we heen. Nou, kan niet. Wacht even, dan moeten we daar heel erg snel naar beneden. Oké, jongens. Nu moeten we wel een beetje erg snel gaan handelen. Oké, let's go. Gaan we gewoon hier even ervan af. Ik hoop niet dat hij wat hij nu wel doet. Niet doen, niet doen. Ik wil dit niet. Dit dus niet doen, niet doen, niet doen. Niet ontploffen, niet ontploffen. Gelukkig is hij niet ontploft. Oké, ik zou zeggen gewoon let's go. We are the cops, we are the cops, we are the cops. Toppie. Ja, even serieus, mijn backup doet ook haast niks, joh. Die suspect ontsnapt gewoon. Oké, jongens, allemaal aan de kant. Anders zit Los Santos straks met een beruchte crimineel. En dat willen jullie allemaal niet. Stomme auto, stomme auto. Het was een stomme auto. Ja, oké, okay, buzzard. Snel, 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 snel. Hou hem bij, hou hem bij, hou hem bij. En er zit ook nog een police interceptor achterna. Oké, okay, nu hebben we hem, jongens. Of zal ik even wat meer backup opvragen? Ja, State Patrol Unit. Assistance required in Mirror Park. Meer. Units respond meer, meer, meer. Charlie 4, roger that. We'll look for those maggots. Wat heb ik gecanceld? Roger, dispatch, we are traffic stop. Oh. Geen idee. Nou ja. In ieder geval, nu zitten er wel meerdere eenheden achter hem aan. Waar ik zeer blij mee ben. Oké, let's go pak hem. Oh, hij heeft een politiemotor. Ja, als hij hem dan gewoon even bijhoudt. Ja, we gaan hem gewoon zo lang mogelijk achtervolgen totdat we hem hebben. Met de sirenes aan. Want er waren shots fired. Kijk, we hebben super veel hulp. Van de politie. Oh. Ja. Jullie weg. Zo. Sorry, maar je moet dan ook de politie niet in de weg staan. Goed zo, jullie allemaal. Zo, ja. Top. Ik denk dat ik gewoon even naar hem toe ga teleporten, jongens. Want dit gaat niet goed. Wacht even, het zijn twee enemies. Zie ik nou. Oké, dan denk ik dat wij ergens hier moeten gaan spawnen. Oké, dat moet ik wel even heel erg snel doen. Player teleportmaker. Oké, let's go nu. Top. Oké, racen. Ik hoop dat we hem bij kunnen houden. Hier is er wel één in ieder geval. Of welke twee zijn het? Ja, dit is er sowieso één. Jullie stoppen. 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 Oh, ze beginnen te schieten. Willen ze het zo spelen? Kak, ik heb ook niet heel erg veel wapens. Dat is niet goed. Ik zou zeggen, we moeten bestuurder even hebben. Wacht even, zo. Ja. Nee, 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 niet doorrijden. Nee. Weapon, get all weapon, no reload on. En dan moeten we maar weer even teleporten, jongens. Sorry jongens, dit is inderdaad een hele saaie video, ik weet het, maar het moet maar weer even. Oké, okay, let's go. Player, teleport, marker. Nice, oké, okay, nu zijn we bijna bij hem. En nu hebben we alle wapens. Dus dat is inderdaad ook wel heel erg fijn. En ik ben invincible, zo te zien. Dus dat is wel gaaf. Oké.
Ik heb even een machine gun nodig. Stunt gun heb ik nu. Ja, deze. Dit is ook een machinegeweer. Oké. Nu kunnen we hem pakken. Ja, oké, die is down. Oké, dan gaan we die andere arresteren. Proberen. Oké, het is wel een enorme chaos. Ja, jongens, hij heeft het op rennen gezet. Oké, let's go. Ja, goed zo. Ja, zo, down. Ja. Wij willen hem arresteren, jongens. Nice, oké. Deze hebben we. Het was nogal een wilde achtervolging. Maar ja, dat maakt niet uit. Oké, jij komt met mij mee. Let's go to the car. Sorry, collega. Oké, ja. Get in, meneer. Get vooral in. Top. Oké, die zit. Nou, die gaan we dan maar direct even wegbrengen. Yep. Oké. Ja, waar zullen we hem naartoe brengen? Naar van die, ja, ik zie. Ja, hier denk ik dan, hè. Laten we hem hier gewoon heen brengen. Weet je wat? We gaan ook gewoon teleporten ook. Een player teleport maker. Oké. En dan neemt deze agent hem ook mee. Oké, neem hem maar mee hoor. Ja. Nice. Super nice. Super tof. Oké, die is dus weg. En ondertussen moet ik ook maar weer even mijn vehicle repareren. Fix. Invisible mag trouwens ook wel om... Player, fix player. En dan add cash. Dat is altijd leuk. En dan hebben we hier deze drie nog even aanzetten. Zo. Hoppa. En dan is ons poppetje ook weer goed. Oké, jongens. En wacht even, jongens. Ik krijg een call. Ja? Ja? Oké. Oké. Ja, is goed. Oké. Ja, nee, dan gaan we die aanhouden. Ja, oké, is goed. Oké, dan ga ik daar nu naartoe. Oké, jongens, we kregen dus zojuist daarnet een call dat bij de Suburban, die hier zit, dat daar, daar die vrouw die daar, zeg maar, achter de kassa staat, die, die verkoopt valse, of nou ja, ze zeggen dat de kledingmerken echt zijn, maar die zijn dus stiekem nep. Dus daarom gaan wij nu heel even naar die shop toe. En nu gaan wij daarom ook heel even die vrouw aanhouden. Oké, ik zou zeggen, let's go to the store. Want we willen die vrouw natuurlijk aanhouden. Oké, let's go. Met sirene aan, want we willen natuurlijk niet dat zij meer valse goederen verkoopt. En dat zij meer tijd heeft en zo, dus... Om meer valse goederen te verkopen. Dus ja. Daarom gaan we daar nu gewoon naartoe. Oké. Top. Nice. Yep. Hier zo in zo. Yep. Ja. En dan zou ik zeggen. Rijd maar. Naar onze call. Dit is trouwens wel een zelfverzonnen call. Maar dat maakt natuurlijk niks uit. Oké. Let's go. Wat is daar? Ach nee, ja, geen tijd voor. Wij hebben nu deze call. Zo, auw, bots ik nog. Ja, dan kun je wel je middelvinger opsteken, maar ja. Ja. Oké, let's go. Ja. Eigenlijk zijn deze ritten ook maar saai. Weet je wat, jongens? Ik zie jullie als we daar zijn. Tot zo. Oké, jongens, we zijn ondertussen bijna aangekomen. En ja, ik zie hier de twee
vrouwen al staan. Ze zweven wel. Dat is wel een beetje beangstigend. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik had trouwens ook, terwijl ik de video pauzeerde, had ik trouwens ook doorgekregen dat het ging om een tweeling die deze zaak runde. Vandaar, ja, ook dit. Maar goed, ja, ik denk dat wij gewoon, nou ja, kunnen er heel even op aan gaan spreken. Even kijken, wil ik van haar heel even een ID zien. Zo. Oké. Ja, volgens mij heeft ze niks misdaan. Dat is dan haar ID. Dan wil ik van jou ook nog een ID hebben. Zo. Nou, oké. Ze hebben wel meerdere valse goederen verkocht dus. Maar hun ID is dus verder goed. Dan zullen ze dan, nou ja, ergens een tijds teruggekeerd zijn achtergekomen. Nou ja, deze twee gaan wel heel even mee. Ja, we gaan ze gewoon heel even arresteren. Oké. Okay. Ja, oké, okay. Hij glitcht wel een beetje. Oké, okay, nou, zoals jullie zien, ze heeft de boeien om. Ja, zo. En dan gaan we nu haar arresteren. Let's go. Ja, in de handboeien. Zij is ook in de handboeien. En dan, ja, let's go. Get in the car. En dan gaan jullie de cel in, ben ik bang. Want ja, dit is namelijk wel illegaal. Dat is eigenlijk gewoon oplichterij. En ja, daarom dus. Hallo, stap jullie nog in? Oké, daar zijn ze dan ingestapt. En ja, dan let's go. Ik zou zeggen, we gaan hierheen. Zo, top. Dan gaan we deze twee heel even wegbrengen. En dan hebben we dat ook weer gedaan. En dan ja, is het denk ik gewoon een beetje toezicht houden op straat. En dan, ja. We hebben vandaag eigenlijk maar één call gedaan. Maar ja, eigenlijk twee calls, inclusief deze. Maar ja, en ook wat meer, nou ja, op straat. Een beetje, nou ja, bewaken, zeg maar. Maar, ja, hey, voor een keer is dat leuk. Ja, dit is trouwens wel, ja, ik geef wat minder enthousiast commentaar. Maar ja, ik ben gewoon, nou ja, een beetje moe. Dus ja, daarom is dat. Maar goed, dan kunnen we natuurlijk nog steeds gewoon een leuke LSPD FR afleggen. Aflevering, nee, aflevering ervan maken. Oké, okay, let's go. En dan moet ik wel vooruit erin rijden. Zo. Neemt u ze maar mee, meneer. Sirene mag trouwens wel uit. Kan ik nu even niet doen. Oké, okay, let's go. En nu kunnen we wel weer. Ik zou zeggen, de vorige keer dat we wacht hielden bij de stoplicht hier, was, nou ja, wouden we eigenlijk iemand aanhouden, maar dat was niet gelukt. Dus ik zou zeggen, laten we dit nog een keer doen. Oké, okay, als nu het stoplicht daar op rood staat, dan zijn ze allemaal fout. Nee, op oranje, nou ja, dat kan dan nog. Nou ja, ik zou zeggen, laten we hier gewoon even de wacht houden. Yep. Zo. Ja. Yep. Ja. Zo. Ja. Oké, dan denk ik dat we hier nu gewoon even zo blijven staan, zo. En dan denk ik dat we gewoon, ja, hier even naar gaan kijken. En deze staat op groen. En deze dan. Deze staat op rood. Ja, dat mag niet, wacht even. Dan is het die auto daar. Deze hier. Deze hier, deze auto. Was het volgens mij een van de stichters. Dus let's go. Ja.
Die gaan we dus nu heel even aanspreken. En denk ik een boete geven. Ik denk niet dat we ze gaan arresteren. Oké, even wil ik jouw ID zien. Oké. Het ID van jou is goed. Dan gaan we voor jou gewoon even een bon schrijven. Want jij reed namelijk door rood. En dat mag namelijk niet. En mevrouw, waarom gaat u hier stilstaan? Een beetje raar dat u dat nou gaat doen. Of nou ja, dat u uit uw auto stapt. Daar wil ik u ook nog heel even over spreken. En dan mag jij weer verder. En jij. Jou wil ik heel even ook uw ID zien. Oké, dat is uw ID. Ik vond het wel een beetje verdacht dat u hier zo ging staan, dus... Oh, nu sla ik haar per ongeluk neer. Laten we dat anders gewoon even opnieuw doen, oké? Gaan we even opnieuw doen. Maar dan wel even op de stoep, anders wordt hier een chaos. Dus dan gaan we gewoon even een pet inspawnen. Object spawner. En deze. En dan denk ik dat we gewoon deze. En dan denk ik dat we gewoon even deze doen. Zo. Die zweeft wel. Maar maakt niet uit. Oké, dan doen we het hier even opnieuw. Oké? Dan maar even met deze. Oké, 3, 2, 1. Yes. Oké, mevrouw, dan wil ik eerst in leven. Dan wil ik eerst in leven. Wacht even. Oké, dan wil ik eerst in leven uw ID zien. Oké. En dan wil ik nu, ik vond het wel verdacht dat u hier zo ging staan. Dus, wat we nu gaan doen. We gaan, u even arresteren. Omdat, ik dit wel erg verdacht vond. Wacht, zo krijgen we dat niet geboeid, hè? Nog maar even één inspawnen dan. En dan gaan we er gewoon even boeien. Want we willen haar wel arresteren natuurlijk. Oké, dit en dan... Willen we nu... Deze was het. Ja, en dan... Willen we deze nu arresteren. Waarom ook niet gewoon op deze manier. Oké. Op de vloer. Ja. En dan willen we haar arresteren. Oké, nice. Super duper. Hebben we weer iemand gearresteerd vandaag. Oké, let's get in. Sorry voor het ophouden van jullie jongens. Dat was echt totaal niet mijn bedoeling. Ja, de auto in mevrouw. Ik ben zojuist gearresteerd. De auto in. Ja, oké. Ja, ze is geteleport. Ze zit erin. Ze is gearresteerd. En dan gaan we haar nu gewoon hier zo. Ja. Gaan we hier zo nu gewoon afleveren. Super nice. Super tof. Vind ik altijd leuk om te doen, weet je wel. Dat arresteren. Is altijd leuk. Attention all units, we've got a possible 148 in downtown Vinewood. Ja, oké. En dan gaan we nu zo. Neemt u haar maar mee, meneer de agent. Neemt u deze vrouw maar mee. Oké, top. Dan mag de sirene wel weer uit. Oh ja, dat doe je met deze knop. Nee. Deze. Oké, top. Jongens. Dit was dan eigenlijk wel weer... Oh, sorry mevrouw. Dit was dan eigenlijk wel weer mijn LSPD FR video.
Ja, ik zou zeggen, let's go off duty. Ik denk dat doen we dat nog even, weet je wel, is leuk om te zien altijd. Eigenlijk helemaal niet, maar ja, we doen het toch even. Oké, let's go off duty. En dan zijn we weer, Franklin. Hallo Franklin. En ja jongens, dan was dit eigenlijk wel weer mijn video. Nou, als je deze video leuk vond, like dit dan. Als mijn kanaal je leuk lijkt, abonneer dan hieronder. Check nog even mijn website, Instagram. En natuurlijk Gamer hieronder schrijven. En dan zie ik jullie weer in mijn volgende video. Het commentaar bij mijn video was niet zo enthousiast. Maar dat komt omdat ik zelf op het moment ook moe ben. En ja, maar goed. Ik zie jullie in ieder geval volgende week zaterdag weer met een gloednieuwe video. Misschien niet van LSPDFR, maar dan wel van iets anders super tofs. En dan zie ik jullie weer in mijn volgende video. Later!